Ik ben Bert Schoondebeek. Ik ben eigenaar van Boon Schoen en Sleutelservice hier in Amersfoort. We zitten midden in het centrum. Een hele mooie, drukke locatie. En we hebben voor een schoenmaker een redelijk groot winkeltje. En ik heb het hier erg naar mijn zin. Mijn vrouw was schoenmaker en die kwam uit een familiebedrijf met een aantal schoenmakerijen. En ik ben er werkelijk ingerold. Dit bedrijf hebben wij overgenomen in 1995. Tenminste, het familiebedrijf heeft het toen de tijd overgenomen van de firma Den Oude. Een heel gerenommeerd bedrijf hier uit Amersfoort. Die meneer die ging met pensioen. En wij hebben dat overgenomen. Toen zat eigenlijk een klein beetje de klad erin. En samen met mijn vrouw hebben we het uitgebouwd tot het bedrijf wat het nu is. Mijn persoonlijke werkzaamheden staan uit het helpen van klanten, het maken van sleutels, het in- en verkopen van de spullen die wij in onze winkel hebben natuurlijk. Wij maken behalve de normale huis- en fietssleutels, maken we ook baardsleutels. Dat zijn van die mooie ingezaagde sleutels, oudere sloten. Kluissleutels en sinds kort ook transpondersleutels voor de meeste merken auto's waar zo'n chipje in zit. We hebben een heel breed assortiment in aanbod van schoenreparatie. Wij kunnen heel snel een hakje onder een schoen zetten als het moet. Daar kan een klant eventueel, als het schoeiselen toeslaat, kan dat op gewacht worden. En waar ik eigenlijk wel een beetje trots op ben, maar dat laten de vierkante meters van onze winkel toe. Wij hebben het grootste riemenassortiment van Amersfoort en wijde omstreken. We maken dat ter plekke ook voor de klant op maat. Dus elke klant krijgt eigenlijk een stukje maatwerk en aandacht. En die medewerkers, daar ben ik trots op, omdat die jongens hier, als ze binnenkomen, vaak hier het vak leren. En het leuke is, de mensen die hier werken, die hier het vak geleerd hebben, en dat zijn eigenlijk de drie mannen die hier werken, die zijn hier gekomen, hebben het vak geleerd en zijn niet meer weggegaan. Eigenlijk, al doe je 10 keer op een dag een hak onder een schoen zetten, het is eigenlijk 10 keer anders. Want die klant die kan zijn schoen te ver versleten hebben, of het materiaal pakt niet goed, dan is het een uitdaging om die materialen toch eronder te krijgen en die klant met een goed gevoel de deur uit te helpen. Maar vooral de creativiteit die in ons werk tevoorschijn komt. Ik hoop hier over 5 jaar nog steeds te staan. En ik hoop hier over 15 jaar ook nog te staan. Schoenmakerij Boon in Amersfoort staat voor een kwaliteitsreparatie. Een vriendelijke service naar de klant toe. En een zeer uitgebreid pakket op het gebied van onze diensten en onderhoudsproducten. En natuurlijk onze sleutels.